Waalse pijl. Denk één iemand dutte, Kloppenman. En het over Valverde. Ik zie jullie allemaal voorzichtig ja knikken. Ja, Valverde, Daniel, Martin, Alaphilippe. Ja, dat is een beetje een mannetje beschouwd. Ja, Valverde heeft nu drie keer, dacht ik, hem gewonnen. Normaal gespeeld 2006, 2014, 2015. Ja, normaal gesproken de te kloppen man. Zeker als je ziet hoe hij in Castilië en Leon heeft huisgehouden het voorbije weekend. Eigenlijk de naam die we nu noemen zullen we aan het eind van deze show ook weer horen. Als het om Luik Bastenaken-Luik gaat, wat zondag is. Mogen we wat van de Nederlanders verwachten voor morgen? Is toch wel een andere wedstrijd dan zondag weer? Het is jammer dat Mollema niet start. Die is er als vierde geweest. Ja. Die ligt alles op Luik zondag. Ja, en Roman die daarna. Ja. Kelderman die werd vorig jaar tiende hier op de muur. Een jaartje ouder, een jaartje sterker. Waarom zou die niet top vijfers kunnen rijden? Ja. Tom Jout de Slachter was ook iemand die al goed heeft gereden. Maar ja, in die was in Amsterdam niet te zien. Pas ook al vijfde in 2014. Ja. We zien voor Nederland de meeste aandacht morgen wel voor de vrouwenwedstrijd. Daar een comeback op het hoogste niveau dan van Marianne Vos. Heeft hij al vier keer gewonnen? Zal ze dat morgen opnieuw kunnen? Ik denk het wel. Ze heeft al weer laten zien dat ze de vorm heeft. Het is nu echt natuurlijk laten zien wat er, of ze het nog kan. Maar ik geloof absoluut in het, hoor. Zeker weten. Drie UCI-wedstrijden tot nu toe gereden. Daar geloof ik niet buiten de top 10 geëindigd. En ik zat toen vandaag in de statistieken bekeken. Ook in de Waalse Pijl ze zeven keer gereden. Haar hoogste notering is een zesde plek. Haar laagste notering. Ja, haar laagste notering, zeg maar. Onwaarschijnlijke statistieken. Morgen dus een belangrijke dag voor haar. En ook voor Boels Tolmans. Nieuwe wedstrijd in de World Tour. Ja, kunnen ze het halen? Volgens mij is Blaak weer aan de beurt. Ja, want daar zit om en om qua winst. Ja, dan willen ze die traditie doorzetten, dan zouden ze morgen moeten winnen. Maar het zal wel lastig gaat lastig worden. Ja. Ik geloof dat er ook wel behoorlijk uit wordt gekeken naar Emma Johansson als topfavoriet. Ja. Volg jij het vrouwenwielrennen goed? Ik volg het wel een heel klein beetje. Ja, het is niet dat ik alles erover opzoek, maar je ziet wel wat dingen ook steeds meer komen op tv. Dus dan volg je het automatisch wel. Ja, precies. Het is wel goed voor het vrouwenwielrennen. Ja, vind je dat ook wel belangrijk dat daar ook aandacht... Ja, ik denk dat ze ook zeker wat aandacht... Ze doen er ook veel voor. Dus het is ook wel op zijn plek dat hun er ook wat aandacht voor krijgen.